Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. Verdachte die altijd vanuit de positie als verdachte vecht tegen een systeem. En of dat systeem heel rechtvaardig is, of dat systeem heel on... Waarin, nou zeker achteraf, ik kende hem toen niet, zeker achteraf, je terug ziet hoe bang hij was toen, hoe angstig hij was en hoe in paniek hij op dat moment was over wat er ging gebeuren. En dan ging het heel specifiek gewoon over het risico dat hij op een lijstje stond en dat hij wist eigenlijk dat hij heel snel doodgeschoten ging worden als hij niet actie ondernam. En toen is georganiseerd dat hij aangehouden zou worden, verdenking van een wapen. Dat hij naar binnen zou gaan. En toen is eigenlijk vrij snel het traject gaan lopen waarin we in contact zijn gekomen met het OM over de vraag of er een deal gesloten kan en mag worden. Maar goed, dan gaat hij vast voor die wapenzaak. Dan gaat hij in detentie. Dat is natuurlijk al vrij snel ingewikkeld. Omdat het wel duidelijk is dat de buitenwereld wat meer wil weten. Er wordt ook wel contact met mij gezocht op dat moment door onbekende nummers. Mensen die zich uitgeven voor zijn broer. Terwijl ik, als ik dat tegen de wiel aanhoud, de wiel zegt, nou, mijn broer zou mij nooit bellen. Er wordt tegelijkertijd niet heel hard geduwd tegen mij vanuit de buitenwereld. Iets wat mij dan ook wel weer verbaast en eerlijk gezegd toen ook al wel vooral zorgen baarde. Omdat het voor mijn gevoel, als het allemaal normaal was, als ik gewoon vastging voor een wapenzaak,
Dan blijf je even bellen met die, even contact met de advocaat hebben en dan ben je even klaar. Maar er werd niet echt achteraan gebeld. Dit is iets wat je kon zien aankomen. Er was al gewaarschuwd. Er was al een bloedbad aangericht in Nederland bij andere mensen die op een of andere manier direct of zijdelings een rol speelden in deze affaire. Talloze mensen geliquideerd of een poging toegedaan. En er was een bericht al onderschept uit de Taghi clan waarin gezegd werd van als Nabil B. gaat praten, dan gaat zijn familie slapen. Dan gaan ze allemaal slapen. Met andere woorden, dan worden ze omgelegd. Dan worden ze geliquideerd. En zij willen die deal niet. En in dat gesprek maken zij duidelijk hoe gevaarlijk Taghi is. Ja, hoeveel slagkracht Taghi heeft. Nou ja, zij hebben daar aan tafel wel duidelijk gemaakt dat Taghi levensgevaarlijk is. En zij hebben daar wel gesproken ook over het feit dat Taghi, als hij niet bij Nabil zou kunnen om Nabil te pakken, ook wel iemand in de naaste omgeving van Nabil zou pakken. Ja, dan loop je er tegenaan waar ik aan de ene kant wel begrip voor heb, maar aan de andere kant ook wel over verbaasd heb in deze zaak altijd en nog steeds, is dat risicoanalyses en keuzes over veiligheid gemaakt worden op basis van wat er in het verleden gebeurd is. Terwijl dat toch niet echt een garantie voor de toekomst is. Bijvoorbeeld het feit dat er in Nederland nog nooit een broer van de kroongetuige uit de dood geschoten is, dat is een onderdeel, volgens mij, van de beslissing die het Openbaar Ministerie maakt wanneer ze met de familie aan tafel gaan en gaan praten over veiligheid. Want dat is nog nooit gebeurd. En is er dan een serieus risico dat het nu gebeurt? Zij wilde toezeggingen over beveiliging. Zij wilde plannen van het OM over hoe het OM dat ging doen. Dat is wat zij wilde horen. Maar de bottom line is op dat moment dat het OM die bal eigenlijk terugkaatst en zegt: vertel maar wat jullie willen hebben. Er is gesproken over veiligheidsanalyse, risicoanalyse, door het OM. Nee. Justitie wel in staat om kroongetuigen en hun familie te beschermen? Er zijn hele goede mogelijkheden om dat wel degelijk in een goed programma te zetten. Dat is in het verleden ook echt bewezen. Het is echt, daar hebben we echt een goed programma op. Maar het signaal is hier anders. Het is blijkbaar niet gelukt. Het Openbaar Ministerie gaat toelichten wat hier de situatie op dat punt is geweest. Daar ga ik nu niets over zeggen. Het risico is erkend, maar onderschat. Maar het is niet zo dat er gezegd werd, kom op, er is helemaal geen risico. Het is allemaal prima en wat zit je nou te piepen?
Er is wel echt erkend dat er een risico is. Alleen dat risico is onderschat. Ik heb de gesprekken zo geïnterpreteerd dat het Openbaar Ministerie daar wel serieus met een risico rekening hield. Alleen, ik denk niet met het risico dat er een moord gepleegd zou worden. Waar ze bang voor dat er iemand doodgeschoten zou worden. En zij waren de most likely targets. En daar waren zij bang voor. Terwijl het OM aan de andere kant denkt, ik ga niet op basis van informatie van deze twee heren die hier aan tafel zitten, mijn risicoanalyses maken. Daar heb ik mijn methode voor. En die zeggen mij dat het misschien allemaal zo vaart niet loopt. Er is nooit een moment geweest waarin het OM heeft gezegd, maak je geen zorgen, als hij tekent gaan wij sowieso alles doen, et cetera. Ik ben nooit bij een gesprek geweest waarin concreet gezegd is, dat krijg je wel, dat krijg je niet, dat wil ik, maar dat wil ik je niet geven. Ik ben nooit bij een gesprek geweest waar concreet gesproken is over die beveiliging wel, die niet, dit wil ik, dat kan ik je niet bieden. We weten nu ook dat toen, bij de vorige leiding van Mohammed Razouki, aan de rechtercommissaris gepresenteerd is een dossier waarin stukken onthouden werden, waarin gezegd werd, er wordt een stuk onthouden. Toen is er dus op 19, kort na 19 december, zijn vorige leiding, dus dat zal op 21 of 22 december of iets dergelijks geweest zijn, is er een balletje gaan rollen waarin stukken onthouden werden, waarin de rechtercommissaris klaarblijkelijk al vrij snel gezegd heeft, dan heb je 3 maanden de tijd. Maar voor die eerste proforma moeten die stukken er komen. En die stukken die zijn gebaseerd op, of dat zijn de kluisverklaringen van Nabil. Op het moment dat Nabil op 27 december tekent, weten wij niet dat er al stukken onthouden worden in een andere strafzaak. En dat die stukken pas vrijkomen als hij tekent. Maar dat betekent wel dat op het moment dat hij op 27 december tekent, dat
het OM dan al weet dat eind maart die deal openbaar moet zijn. Want daar zitten ze in de zaak van Mohamed Razouki aan vast. Dat weet ik nu, maar dat wisten wij natuurlijk toen niet. En de afspraken die er gemaakt waren, waren afspraken dat die deal in principe alleen geopenbaard zou worden als je Taghi en Razouki binnen en Said Razouki binnen zou zijn.